Vandaag wil ik laten zien hoe je een heerlijk warm ontbijtje kan maken wat heel gezond is. Bananen, pancakes, daarvoor heb je nodig 1 banaantje, 1 eitje en een beetje Ceylonkaneel. Pel de banaan, doe hem in stukjes. Ga ik even lekker prakken. Kaneel bij. Dan gaat het eitje erbij. Daar maak je een soort van beslagje van. Het leuke hiervan, dit recept, is dat er dus geen meelsoorten in gaan. Dus er zitten geen gluten in. Nou, zo is die wel een mooi egaal beslagje. Beetje olie in de pan. En als 3 in de pan bak je het dan. Het kan natuurlijk ook als hele pannenkoek, maar dan is het omdraaien een beetje ingewikkelder. Dus dit gaat meestal beter. Nou, hier moet je een enige mate van geduld hebben, want ze moeten echt gewoon op de bovenkant goed droog zijn voordat je ze om gaat draaien. En als ze dan gaar en gebakken zijn, dan is het heel lekker om ze bijvoorbeeld met een heel klein beetje ahornsiroop en kokosrasp te eten. Of er fruit bij te maken en lactosevrije room of slagroom of een kwak crème fraîche lactosevrij bij te doen.